Dit is Frans. Oh, die pleuriskerel. Meneer, heel even. Volgevreten varken. Volgens sommigen misschien wel de redder van Nederland, de opvolger van Mark Rutte, Frans Timmermans. Moeten we nou eens kijken. Oh, wacht, weg de kerel. Nou, die wil president worden. Ja. Nou, voor mij niet. Een oude lul, als een lekkere jongen nemen. Dat is hem, hè? Dat vind je leuk, hè? Ja. Dat is Paulus de boskabouter, hè? Ja, Paulus? Ja, dat is Rutte in het kwadraat, man. Ja? Ja, deze man gaat jouw leven tot een hel maken. Nee, hij heeft het beste met Nederland voor. Ja, dat is een topper, ouwe. Zeker. Ja. De Green Deal, hè? Hij houdt ook van jou. Hij houdt ook van mij, ook van jou, man. Ja, ons hele land gaat nu helemaal naar de kloten. Ja, dacht je van Rutte en Kaag gaat Den Haag. Maar dan krijgen we deze... Hij is toch wel beter dan Rutte? Ik ga op hem stemmen. Jij ook? Ik ga op hem stemmen. Dat wordt onze premier. Ik denk dat hij dat moet doen. Ja. Ja? Ja. Waarom vindt u dat zo goed? Een man is die heel veel om het milieu geeft. En omdat hij leiding kan geven. Ja. U heeft wel vertrouwen in hem. Ja, zeker. Hij heeft mij verteld dat hij best... Nou, heb je gezien hoe dik die is? Van dat goede baan wat hij in Brussel op gaat, hè? Hij heeft het beste voor met u. Ah, helemaal niet. Schat, geloof jij helemaal. Hij houdt ook van u. Ja, ja... Daar houdt hij van. Dit is meneer Frans Timmermans. Hoi, hallo Frans Timmermans. Hallo. Hij wordt wel een goede man, denk ik. Een goede, ja. Als je zo naar hem kijkt. Racistisch is. Ja, als hij niet meer racistisch is. Ja. Wel een oude witte man. Dus? Kijk, dit is dit, hè. Nu zegt hij gewoon wat racistisch op zijn eigen soort. Meneer Timmermans. Ja, maar die moet weg. Waar naartoe? Naar zijn huis. Dit is Frans. Oh, die pleuriskerel. Nee, meneer, wacht nou even. Dat is... Zo kort door de bocht. Meneer, heel even. Volgevreten varken. Hij wil nu dus minister-president van Nederland worden. Goed. Heel goed. Maar hoe ziet Nederland er dan uit als hij minister-president wordt? Nou, hoe het eruit ziet weten we niet, want hij kan natuurlijk niet alleen beslissen. Maar ik denk wel dat hij iets goeds kan presenteren. Ga je op hem stemmen? Dat denk ik niet. Blijf zitten waar je zit. En word geen president, alsjeblieft niet. Nou, lieve Poland-kijkers, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat jullie onze video's kijken. Maar zonder betaalde leden kunnen wij niet blijven bestaan. Dus word lid via de link in de beschrijving en steun ons. Alvast bedankt.